Dan ga ik meteen. Oh, wow. Even denken hoor, ons doel is wel op het podium staan. Ja, zo'n feesttent is dit eigenlijk. Wij komen hier gewoon een feestje te bouwen. En als we hierheen rijden, weten we ook ongeveer wat er nog meer gebeurt op zo'n avond. En we weten dat zo'n avond naar bijvoorbeeld dat dan vanavond de party squad nog na ons staat. Dus dan laat je een paar ballads thuis en dan knal je er een paar wat steviger nummers in. En ja, wij zijn dan gewoon ready om een feestje te bouwen. Ja, beste band van Nederland. Daar heb je het al. Nee, ja, weet je wat het is? Kijk, we gaan voor 200% en voor minder niet. Weet je, we gaan het liefst gewoon kapot op het podium. En je speelt alsof je laatste gig, alsof het je laatste gig is. En ik ben sowieso altijd gecharmeerd van mensen die er vol voor gaan. In plaats van een beetje stoïcijns en introvert voor zich uitkijken. Dan denk ik van, ja, let's go baby. Dus vandaar. Ik denk sowieso als je natuurlijk in een bandje spelen ook veel in de studio zitten. En op het moment dat je je eigen liedjes die jij hebt opgenomen, dan eigenlijk ten gehoor kan. Zo, ik kom echt heel. Een bandje is natuurlijk niet alleen maar live spelen, het heeft natuurlijk ook in de studio te maken. En op een gegeven moment ga je. Ga je meteen. Volgens mij wilde Jamie zeggen dat het lekker is om gewoon dat wat je in de studio maakt met mensen te delen en die energie te kunnen voelen. En wij zijn blij dat het festivalseizoen begonnen is. Hier in Rokanje is voor ons de eerste. En je staat er in april ook wel eens bij dat je van het podium afvriest. En het is gewoon lekker om nu het festivalseizoen te beginnen en buiten te barbecuen en gewoon al heel die zomervibe te pakken te hebben. Bezoekersaantal. Goed geantwoord. Nee. Nou ja, zeker. Wat? Oh, de laatste. Zit je nog iets dwars? Oh, nee, dat niet. Voor mij rollen we best wel lekker. Maar het is wel lachen dat dit zeg maar nu dwars door elkaar heen loopt. Wij doen nu vanavond hier een festival. Zitten midden in een clubtour. Die gaat hartstikke lekker. Het is de Rolling with the Punches clubtour. Een deel daarvan is nu in het voorjaar, die is al uitverkocht. Maar als iedereen die hier vanavond topavond heeft gehad en het nog een keer wil zien. We doen in Rotterdam nog een show in de Annabel in het najaar. En als je hier een uurtje kikken vond, dan is het daar 2 uur lang nog 2 keer zo kikken. Dus hopelijk tot in Rotterdam. I will be here at your side.